Dag allemaal, welkom bij RTV Apeldoorn. Ja, ik sta hier in Zuid bij buurthuis de Maasstraat. Zo heet dat, buurthuis Maasstraat. Het is 28 graden. Het is gewoon hartstikke warm hier. Maar het is al gezellig hoor, echt waar. Het wordt al lekker druk. Daar zijn ze aan het zingen. Ik heb nog heel veel bandjes hier. Daar zijn ze lekker aan het eten, aan het drinken. Wat zijn er nog meer voor stands hier? Heel veel. Ik zou zeggen, blijf gewoon lekker kijken. Want wij laten het allemaal zien. Hier, het Zuiderpark Festival. Oh. Dit is Capoeira. En Capoeira komt uit Brazilië. Sorry, ik moet nog even op aankomen. Ja, je bent echt hartstikke moe geworden, man! Capoeira is een sport uit Brazilië. En het is een combinatie tussen dans, muziek, acrobatiek en zelfverdediging. En, ja, zucht nog maar even. Hey, ik zie net ook allemaal heel oneerbiedig, zeg ik, van ja. Die stokken zie ik. Maar dat heet natuurlijk anders. Klopt, ja, dat klopt. Dat zijn de berimbau. Dat is het hoofdinstrument van Capoeira. Daarmee leiden we het spel, de muziek. En daarnaast onder begeleiding van atabak, de trommel, tamboerijn, pandero. En op die manier doen we samen muziek maken. En ja, jij hebt je ademhaling ook heel goed onder controle. Dat doe je hier ook mee. Hey, maar aan die stok hangt... Zoals je kan wel merken is het echt best wel intensief. Dus je doet full body movement sport en het is onwijs leuk om te zien. Hoe lang doe jij dit al? Ik doe het al meer dan 20 jaar. Meer dan 20 jaar? Ja. Je bent er ook als heel klein mee begonnen, zoals zij denken. Ja, dit zijn leerlingen van mij. Ja. Hoe oud ben jij? Hi, hoe oud ben jij? 10. Oké. Hoe oud was je toen je begonnen was? 7. En waarom ben jij dit gaan doen? Nou, omdat ik heel graag wou vechten, maar toch weer iets met muziek wou doen. Oké, een beetje samen zo. Ja. En hoe vaak doe je dit? Elke dag? Nee, iedere dinsdag. En soms op de vrijdagen. Maar dat vechten heb jij nooit hoeven te gebruiken? Eigenlijk niet, nee. Nee, hè? Nou, gelukkig maar, toch? Ja. Daar trainen we ook niet voor, hè? Nee, daar train je niet voor, nee. En jij vindt het dus leuk met muziek en met vechten samen? Ja. Hé, aan die stok zeg ik, hoe heet dat nou? De berimbau. De berimbau. Ja. Daar hangt ook een soort van bal aan? Ja, wat is dat? Dat is een kalebas, die versterkt eigenlijk het geluid. En daardoor krijg je mooie tonen eruit. En de grootte van de kalebas bepaalt ook wat voor toon uit de berimbau komt. Samen met de stok zelf en de snaar. En het is een eensnarig slaginstrument. En komt origineel uit Afrika. Daarna verder ontwikkeld in Brazilië. En daarna is het het instrument van Capoeira geworden. Nou, geweldig. Zeg, wanneer geef jij altijd les? We geven les op dinsdag en op vrijdagavond. En op dinsdag hebben wij van 7:30 tot 7:30 les hier in Apeldoorn. En dat is voor kinderen tussen de 6 en de 14 jaar. En op vrijdag geven we les van 6 tot 7. En 7 tot 8 voor kinderen. En dat is op leeftijd gesplitst. Dus 6 tot en met 10 en 11 tot en met 14. En aansluitend op dinsdag en vrijdag hadden we 2 uur training voor volwassenen vanaf 15 plus. Nou, geweldig zeg, maar wat hebben jullie een plezier. Oh, dit is geweldig. Dit is een fantastisch sport. Ja, heerlijk om te doen. Ja, hartstikke goed. Ik zie daar net eentje. Jij stond net met je duimen omhoog. Jij vindt het ook hartstikke leuk. Ja. Hoe leuk is het? Heel erg leuk. Oké, nou ik zou zeggen, doe nog even zo. Leuk hè? Jij ook? Ja, super. Dank jullie wel. Phoenix is een dansvereniging, maar we hebben ook een damesmuziekkoor. En we hebben eigenlijk dans voor kinderen van 2 tot, hoe oud je maar bent, ook senioren. Wat voor dansen? Werelddans voor de volwassenen. En voor kinderen is het, als ze jong zijn, een beetje algemene dansvorming. En hoe ouder ze worden, komt er steeds meer werelddans bij in. En we hebben een leuk dansensemble die ook heel veel optreedt. Oké, en hoe lang dans jij daar al? Je geeft nu les, maar... Ik ben begonnen toen ik 4 was. Alle groepen doorlopen. En nu geef ik les aan de peuters. En heb ik heel veel plezier nog binnen de vereniging met allemaal extra taken. Nou, hartstikke goed. Zeg, hoeveel mensen dansen er nou zo bij Phoenix? Ik denk dat we ongeveer 200 leden hebben. Echt waar? Een grote vereniging, ja. En jij zegt, je hebt treden ook wel eens op. Waar doen jullie dat dan? Vandaag hier natuurlijk op het Zuiderpark Festival zometeen. En ook al in buitenland treden we op. En op allerlei andere plekken. Laatst buitenland? In buitenland ook. Van de zomer zijn ze onder andere naar Hongarije geweest. En laatst op een cruiseschip opgetreden in Amsterdam. Ook heel leuk. Dus ook echt wel op bijzondere plekken. Wat leuk zeg. Ja, dat wil iedereen wel natuurlijk. Ja, nou, we hebben zeker een paar dansers die de dansopleiding zijn gaan doen en nu professioneel danser zijn. Ja. Hartstikke leuk. Noem even de website.
www.phoenix-apeldoorn.nl. Annette, line dance, dat is toch oudbollen? Dat denken inderdaad heel veel mensen. Toch wel een beetje het old school country idee. Hand in de broekzak en een pluimenstaat. Hoed op. En dat doen wij eigenlijk niet. Wij hebben een beetje meer gekozen voor het moderne line dance. Dus wij dansen op nummers van Teddy Swims. Wij dansen op nummers van Justin Timberlake. We dansen een wals, we dansen een cha-cha-cha. Zeg maar alles een beetje ballroom zonder partner. Zonder partner, maar wel op lijn. We proberen het altijd. Ik kan je niet 100% garanderen dat dat lukt. Maar we doen altijd wel ons best. En het is inderdaad wel line dance, zeg maar. Dus je hebt geen partner nodig. Je danst op lijn naast elkaar. En ja, omdat wij dan gekozen hebben om wat meer die ballroom kant op te gaan, zeg maar. Moderne muziek. Ja. Leuk, zeg maar. Hoe lang doe jij dit al, Annette? Ja, ik dans al heel lang, eigenlijk vanaf mijn vierde. Maar het line dansen ben ik mee begonnen toen dat hier in Nederland een beetje binnenkwam, eind jaren 90. Toen hebben we een paar jaar bij een dansschool gedanst. Toen hebben we wedstrijden gedaan. En op een gegeven ogenblik, toen de dansschool waar wij lesten, die kampte met blessures. Dus toen zijn we een beetje zelf verder gegaan. En zo is het eigenlijk een beetje uit de hand gelopen. Zo is het gekomen, ja. Hartstikke leuk. Je hebt een leuke stand. Jullie gaan straks ook optreden. Ja, met z'n hoeveelen? Zo uit mijn blote hoofd zijn we nu met een man of 5-6, denk ik. Oké, en jullie geven les op dinsdagavond in Apeldoorn, hè? Dinsdagavond in de Vesten. Vanaf 7:30 beginnersgroep, 7:15 de gevorderde groep en om 8:45 de verder gevorderde groep. Oké, de Vesten, dat is in de Fabianenstraat. Ja. En jullie hebben vast een website. www.linedanceapeldoorn.nl. Danny, jij staat hier met een reden hier op het Zuiderparkfestival. Waarom? Nou, ten eerste omdat ik Apeldoorn Zuid een warm hart toedraag. Ik ben hier eigenlijk groot geworden, geboren in Uggelen, maar hier groot geworden. En als wethouder heb ik ook Apeldoorn Zuid en Uggelen in mijn portefeuille. Nou, we staan hier in het Zuiderpark. Ik kwam hier als kind in het Pierenbadje. Mijn vissenmavo zat hier en in mijn jeugd heb ik ook deels doorgebracht in het buurthuis hier aan de Maasstraat. Het is echt een thuiswedstrijd. Maar de voornaamste reden dat ik hier sta is dat ik gewoon met mensen uit de wijk in gesprek wil van... Hoe bevalt het u om hier te wonen? En wat kan misschien anders? Wat kan beter? Of, wat kan al anders? Wat heb je gehoord wat al anders kan? Heb je... Nou, ik hoor wel van mensen dat de buurt de laatste jaren mooier wordt. Er komt wat herder, er komt wat nieuwbouw ook bij bijvoorbeeld. Mensen vinden het park heel erg mooi geworden. Maar ik hoor ook hier, als ik hier ben, Hart van Zuid mag nog wel wat beter. Parkeeroverlast en dergelijke. Fatbikes, die staat bijna met stippen bovenaan. Dat woord kan ik gewoon niet meer horen deze week. Je wordt helemaal gek van. De fatbikes er gewoon uitknippen. Maar dat is ook een van de onderwerpen die hier naar voren komt. Maar je merkt dat mensen hier vooral zijn met een goede buiten. Het is prachtig weer en mensen vooral de zin in hebben om ook weer... Nou, ik kom ook mensen tegen die zijn verhuisd uit de buurt naar de Maten of buiten Apeldoorn. En ik kom ook weer terug omdat het ook wel in hun hart altijd een beetje Apeldoorn Zuid blijft zitten. Ja, wat geweldig. Maar ja, dat vind ik echt mooi. Ja. Super, zeg. Nou, en dit feest hier, heel veel mensen die hier een stand hebben. Ja. Nou, ik zie daar net de dansers met klederdracht en alles. Heb je dat ook al gezien? Ja. Hebben ze je al uitgenodigd om een dansje te doen daar? Nee, toen ze kwamen in de klederdracht ben ik even gaan duiken. Ik denk, nou, dat is niet echt iets voor mij, klederdracht. Nee, ik vind het ontzettend mooi om te zien. En er zijn ook heel veel kramen, allemaal maatschappelijke organisaties. Wij als gemeente staan hier met de energieloket, met Zero Waste. Je ziet kinderen afval prikken met heel veel plezier. He, ook maar samen 055 staat hier om mensen te helpen die het wat minder makkelijk hebben in het leven. Dus we zijn hier ook met de gemeente, met een breed gezelschap. Maar ook een organisatie als de KAP heb ik gezien, fietsmaatjes, teammens. Ja, geweldig, ja, alles staat hier. Maar wat goed van de gemeente van jullie, dat je nou... Ja, de boer op gaat en de mensen opzoekt. Ja, kijk, ik kan wel zeggen, mijn deur van mijn kantoor staat elke vrijdagmiddag open, maar dan komt er niemand. En dan kan ik heel makkelijk zeggen, ja, dan moet je zelf maar komen. Volgens mij moeten wij het andersom doen in de politiek. Buiten. Wij moeten meer naar buiten. En gewoon hier, er komen hier denk ik 2.500 mensen vanmiddag. Gewoon je fatbike pakken en de boer op. Oké, fatbike het park in en zonder helm mag er nog. Nou, ik ben ook een wat ouder dan 14, dus ik mag er rustig op gaan zitten. Nee, maar hier kom je de mensen tegen en hier heb je de gesprekken. En nou, hier zit ook mijn politieke hart. Hier is waar ik het voor doe. Nou, hartstikke goed. Je collega mevrouw Prins, mevrouw Anja Prins, die is ook op de fatbike gekomen, denk ik. Jij zit achterop bij mij, de fatbike. Oh, die zit achterop? Ja. Ongezellig. Ja, thuis opgehaald en de plankgas hier naartoe. Nou, hartstikke goed. Ja, Danny, heel veel succes. Ja, en ik hoop dat heel veel mensen komen naar jullie kraam komen. En dat we jullie, mensen van de gemeente, van de politiek, heel veel zullen zien hier in Apeldoorn en omstreken. Ja, dat hoop ik ook. En de volgende maand in oktober sta ik weer met mijn campertje op winkelcentrum Kuishof. De datum werd niet uit mijn hoofd, maar die staat gemeld in de Zuidkrant. En die krijgt ook iedereen.
iedereen hier in de buurt. Dus, iedereen houdt jullie in de gaten. Dankjewel en veel plezier. Dankjewel, jullie ook veel plezier. Dankjewel. Ali, jij bent de baas. Jij hebt dit op je geweten, hè? Het Zuiderpark Festival. De baas. Ik ben een van de organisatoren. Ik doe dat samen met een groepje mensen uit het buurthuis. En wij regelen dit samen. We beginnen in januari al met de basis te leggen. En dan iedere keer is het wat. En uiteindelijk wordt het dan dit. Wat een feest. Het is 28 graden, Ali. En het is 6 september. Ja, 7 september. Ja, dat klopt. Ja, het weer, dat is treffen. Hè. Dat voor de hoeveelste keer, Ali, dit? Nou, officieel is het geloof ik al voor iets in de 20ste keer. Maar wij organiseren dat nu voor de 4e keer. Is het moeilijk om al deze mensen hier te krijgen? Die standhouders, die organisaties? Of valt het mee? Nou, nee. Heel veel mensen vinden het eigenlijk wel leuk om hier te staan. Om vanuit hun organisatie, wat bekendheid natuurlijk, is natuurlijk altijd makkelijk. Fijn als dat kan. En dit jaar heb ik heel veel vrijwilligers en daar ben ik super blij mee. Echt. Ja. Kijk jij ook veel af bij anderen en in andere plaatsen? Dat je denkt van, dat wil ik ook nog eens een keer. Of is dit allemaal uit jouw koker? Ik heb nog nooit ergens anders gekeken. Niet afgekeken, Ali. Nee, echt niet. Nee, ja, tuurlijk ben ik wel eens op dat klompenfeest geweest. Weet je wel, en dat soort dingetjes. Maar ik heb dat nooit... Deze basis was er eigenlijk al. Kijk, ik doe het 4 jaar. Daarvoor hebben andere mensen dat gedaan. Die hadden dit als basis. En dat heb ik dan wel zo aangehouden. Oké, maar nou heb jij net een speech gehouden. Je hebt dit geopend ook, hè. En toen hoorde ik van... Ali, jij gaat hiermee stoppen. Maar dat kan helemaal niet, toch? Ja, dat kan wel. Ja. Echt waar? Nou ja, ik ga niet helemaal stoppen als vrijwilligste, maar ik ben wel uit het bestuur gestapt. Ik ben 75 en ja, ik weet niet of je weet, als je iets gaat organiseren, wat voor energie of dat kost. En dat is echt heel veel en dat ga ik niet meer zo opbrengen. Oké, nou jij stopt ermee, maar je stopt niet helemaal. Je bent vrijwillig en ook nog iets met een nieuw buurthuis. Ja, we hebben 28 september, dan openen we een nieuw buurthuis aan de Talmastraat. De huiskamer van Zuid heet dat. Dat is eigenlijk een soort van dependance hier van het buurthuis. Daar gaan we ook weer wat dingen organiseren. En daar ga ik, dat is een beetje in mijn buurtje. En daar ga ik me dan weer wat meer bezig houden. Dat is wat kleinschaliger. En daar, nou ja, daar ga ik dan wel weer wat doen. Ja, dan ga jij een beetje opzetten, zeg maar. Ja, nou ja, opzetten. Maar ja, ja, zoiets. Ja, zo noem het maar. Dus organiseren. We mogen van de eigenaar mogen we daar 2 dagdelen voor de buurt mogen we die gebruiken. Dus dan kunnen we dingetjes organiseren. Of, nou ja, ik heb al wel wat vragen uit de buurt gehad. Van mogen we zus of mogen we dat? Dus nou ja, dan gaan we kijken. Jij mag dat allemaal doen daar. Maar eerst vandaag hier, 7 september, hier het Zuiderpark Festival. Geweldig allemaal. Leuke kramen, leuke mensen. Leuk. En het is al lekker druk, hè? Ja, lekker. Ja, het loopt allemaal weer lekker. Maar goed, het weer is natuurlijk geweldig, hè? Dus dan ga je er ook al sneller uit als dan wanneer het regent. Nee, het gaat goed. Ik ben heel tevreden. Benny, jij werkt bij de gemeente Apeldoorn. En jij staat hier met een watertafel. Noem je dat zo? Ja, klopt. Het is de watertafel. Die kun je gewoon lenen van het waterschap. Die heeft er 2 te leen. En wij als gemeente hebben nu hier in het Zuiderpark... vertellen we over, nou ja, wat moet je doen met water in de stad? En die tafel, daar kunnen kinderen mee spelen. Om te kijken van, hey, als ik hier water op gieter, dan staat heel de straat blank. Maar als ik hier een stenen tuin eruit haal en ik doe een sponsje erin, dan verdwijnt het water in de spons. Ja, je moet gewoon... Is de stad gered? Gewoon je spons meenemen als het heel hard regent en dan naar buiten gaan. Allemaal, ja, dat zou ik doen. Maar het is natuurlijk een metafoor om te kijken van, hey... Die stad die zoals die er nu is, past dat nou helemaal wel? We hebben maandag die hele harde buien in Zwolle gezien. Ik ben blij dat hij hier niet in Apeldoorn was. Zwolle ligt helemaal op een gekke plek. Maar ook in Apeldoorn hadden we de drollen denk ik wel op verschillende plekken thuis bij mensen gehad. Nou ja, dat laat zien. Je moet je tuin kijken of je het regenwater kan afkoppelen. Daar hebben we ook een subsidie voor. En die watertafel legt het ook uit al een beetje waarom natuurlijk. En in die folder staat ook al wel, nou, hoe kun je dat dan doen? En wij zelf ook helpen met die aanvragen. Dus als mensen willen afkoppelen, regenwater niet meer het gemengde riool in, maar zorgen dat je het afkoppelt, helpen we ook mee met die aanvraag. Die kun je via de website doen. Dan kun je het zelf opvangen?
Dan kun je het zelf bijvoorbeeld opvangen, in ieder geval in de bodem inbrengen. Sommige mensen willen het ook heel graag wel weer voor het toilet gebruiken. Dat is technisch nog wel lastig. Doen jullie dat ook als gemeente, mensen daarmee helpen? Ja, de regels in Nederland zijn er niet ver genoeg. En als gemeente ook nog niet, hebben dat niet. In België zijn ze al een slagje verder dan bij ons. Eigenlijk is het drinkwater daar veel duurder. Het is gewoon te goedkoop eigenlijk in Nederland. We hebben heel goed drinkwater nog, maar dat spoelen we het toilet ook mee door. Dus we gaan ook proberen de komende jaren in Apeldoorn mensen met campagnes bewust maken, mensen volgen. Waarom gebruikt u het water zoals u dat doet? Al die informatie kunnen we bij de gemeente Apeldoorn krijgen. Tenminste, even op de site kijken, denk ik. En dan sturen jullie ons weer door naar andere instanties. De A is ook een mooie organisatie die heel veel samenwerkt. Daar gaan we meer mee samenwerken. Die doen heel veel met energie. De A, onze website natuurlijk, Apeldoorn Klimaatbestendig, energiepunt. En ook heel veel mensen die met duurzaam met de A bezig zijn, ook wel. Zie je van, die willen met een groen tuintje misschien aan de slag. Hoe moet ik dat doen? Dus die willen tegels wippen, hè? Hoor je ook heel vaak. Kijk eens, tegels wippen. Helemaal op de hoogte, hoor. Tegeltaxi, heel goed van u. Nee, we zijn, die willen eigenlijk ook wel meer. Dus die hebben de groene buur bedacht. En dan gaan we ook, zijn we nu mensen bij elkaar aan het brengen. Want je ziet dat we best heel veel mensen wat willen doen. Maar bij wie moeten ze zijn om samen te werken? En er is al zoveel. Dus dat die mensen brengen we steeds meer bij elkaar. Ja, soms is het ook wel een beetje heel veel. En denk het je, nou, groeien, is het nou, ja, wat moet ik nou weer dan doen? Moet je dan weer heen? Ja. Nou, begin gewoon bij het eerste idee. En als je dat klaar hebt, hou het projectje klein. Dan blijft het leuk. En ga gewoon eerst die regenton neerzetten. Of zaag die regenpijp door en kijk wat er gebeurt. En laat die andere vier even zitten. Dan krijg je een beetje gevoel erbij. Kijk op de gemeente Apeldoorn.nl en daar staat ook heel veel informatie op. Ontzettend veel informatie. Ontzettend. Zeg, staan weer heel veel mensen bij jouw watertafel? Het is best druk. We hebben best wel hartstikke druk, man. Nou, Benny, bedankt. Jij was een hele goede woordvoerder wat dit betreft allemaal. Succes bij de gemeente. Ja. Nou, en ik wil even zeggen, Benny, ja, wij stoppen ermee. Okay. Hier nog niet, want het gaat nog door tot 5 uur hier. Je moet hier tot 5 uur staan, weet je, hè? Wij blijven hier staan. Oké, dat is goed. Okay. Ja, hoor, dus nou. Kom, als het live, net niet live, nou, hè? Het is net niet live, nee. Nou, nee. Volgend jaar nog een kans. En, zeker weten. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Hartstikke leuk. U heeft een impressie gekregen hier van het Zuiderpark Festival. En Bernie zei het net al, nou, volgend jaar zijn we er natuurlijk weer. Hier in het Zuiderpark bij Buurthuis Maastraat. Dank voor het kijken en ik zeg tot de volgende keer. Dag!